Net in een onderhandeling misgegrepen op je droomwoning? Niks is frustrerender dan in een spannende onderhandeling te zitten en nadat jouw bod afgewezen wordt en dat de verkoper kiest voor een ander gegadigde. Heb jij wel eens het idee dat je bod niet echt serieus genomen is of dat je niet echt een faire kans gehad hebt om een aantrekkelijk voorstel neer te leggen? Of heb jij wel eens moeten opbieden tegen meerdere andere geïnteresseerden voor dezelfde woning? Een ouderwetse stijl van onderhandelen is dan niet meer voldoende om het huis van je dromen te bemachtigen. Met onderhandelen 3.0 gaan we uit van een vernieuwde techniek waarbij we proberen aan de ene kant onszelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de koper, zonder meteen de hoofdprijs te hoeven betalen. Daarbij focussen we ons niet alleen op de harde euro's, maar juist ook op die zaken die een onderhandeling doen kantelen in het voordeel van de koper. Dus hoe we hun gunfactor kunnen vergroten, hoe we biedingen kunnen doen die er echt uitspringen, zeker als er ook andere gegadigden voor dezelfde woning zijn. En hoe we kunnen onderhandelen over zaken die een koper eigenlijk geen extra geld kost. Zodat verkoper genegen is om eerder voor jouw voorstel te kiezen en jij niet bang hoeft te zijn om achter het net te vissen en alsnog je droomwoning kunt kopen.